Ik zit hier met Lodewijk Hof te praten van hofprofit.com. Hij heeft me net geïnterviewd over cryptocurrency en ik praat even met hem verder. En hij is eigenlijk gewoon bijna stekenblind. Hè? Hoeveel procent heb jij nog in je ogen, Lodewijk? Mijn linkeroog is een restvisus van 6% en mijn rechteroog is een restvisus van 8%. Dus dat is gewoon maatschappelijk blind verklaard. Ja, wat kun jij wel en wat kun jij niet? Ik kan geen kranten lezen, ik kan de ondertiteling van de televisie niet lezen. Bijsluiters van medicijnen kan ik niet lezen. Als je mij op een vliegveld neerzet en je zegt zoek even uit waar je vlucht vertrekt, kan ik ook niet lezen. Als je een glazen wand neerzet op een nieuwe plek waar ik nog nooit ben gekomen, dan ga ik daar gegarandeerd tegenaan of doorheen. Fietsen? Dat soort dingen. Fietsen? Mag ik niet. Mag geen auto rijden. Kan braille lezen. Ja, oké. Okay. Dus. En jij bent ook... Jij hebt dus eigenlijk maar, je bent begeleid geweest door de overheid en door allerlei instanties. Hè? Je zei van alles wat aan mij besteed is, hoeveel is dat totaal als bedrag van de samenleving? Net geen miljoen euro tot op heden. Oké, dus er gaan ontzettende bedragen om. Voor als je blind bent, dan worden behoorlijke bedragen geïnvesteerd in blinde mensen. Ja. Oké. En voor een stukje is dat terecht en voor een stukje wordt er een hele hoop geld over de balk gesmeten dat je zit van. Dat kan goedkoper. Nou, laten we eens even kijken van hoe jouw leven eigenlijk begint. En hoe dan enerzijds de verzorging staat, maar anderzijds ook de inefficiëntie ervan zit. Jij begon mij te vertellen dat een blinde geleide stok, dat die 3 jaar geleden, wat kostte die? 600 euro. En wat is een blinde geleide stok? Als ik zou zeggen, je pakt een tentenstok, daar gooi je witte grondverf overheen, 2 strepen duct tape en je regelt een handvat erop. En dan ben je er al ongeveer, letterlijk. Oké, en dat was dus in het markt, kostte die 600 euro. Wat kosten ze nu? 50 euro. En ik ga mijn nieuwe stok uit China halen en dat kost hij mij zo'n 9 euro inclusief de verzendkosten. Oké, dus dat is echt een gesloten markt met allemaal, met allemaal vergunningen en toestanden en gunningen en inkoopprocessen. En die zijn dus zo totally over de top. Ja, het venijn zit erin dat je hebt eigenlijk nog maar 2 blindeninstituten in Nederland. Ja. En die werken allebei met dezelfde leverancier van hulpmiddelen samen. En die verwijzen alles en iedereen daar naartoe door. En hoe heet die begeleiding, hoe heet die leverancier? Dat is World Vision. En je hebt Bartimeus en Visio, die dan de blindinstituten zijn. En dan moet je nagaan, als je een vrijwel blind of slechtziend kind krijgt, dan kom je daar als ouder met een slechtziend of blind kind binnen. Mm-hmm. En in de basis zijn die instellingen erop ingericht dat ze doorgaan tot en met het kind dood is, letterlijk. Dus als je eenmaal in dat wereldje zit, is er ook niet zo heel veel bijzonders aan. Alleen, dan zit je ook in hun mangelmolen met zogenaamde dienstverlening, inefficiencies en dingen. Ja, goed. Een hoop dingen zijn goed en sommige dingen zijn gewoon, kan beter. Ja, nou wat een paar dingen laten we er even uitzoeken. Van enerzijds had je het over software. Je hebt natuurlijk software nodig op jouw scherm dat alles lekker slim uitvergroot wordt. Welke software wordt daarvoor gebruikt? ZoomText is heel populair. En wat kost dat op dit ogenblik? 600 euro, kwamen we net achter. Ja, en wat was het zeg maar een paar jaar geleden? Tegen de 10.000 euro. En dat was in 2007, toen was ik aan het kijken naar een laptop. Toen ben ik naar Apple overgegaan. Ja. Ik had nooit bij Apple moeten weggaan. Ja. En Apple had die software die ik moest die ik met UWV zou moeten bijfinancieren, zat er bij een Apple als standaard op geïntegreerd. Was gewoon, deed het al. En die deed prima. En die deed het prima en die was geweldig. Het was alleen toen ik er een braille leesregel aan wilde hangen, was het even moeilijk. Dus toen wisten ze bij Apple het ook niet echt. Dus dan kreeg ik 3 weken later een mailtje en een link. Download dit maar. We hebben iets gevonden. Oké. Goed. Dus dat gaat ook verder prima. Überhaupt. Ja. Zo'n braille leesregel, wat kost die? Dat is zo'n ding dat kan braille lezen. En dat kun je dan als een soort scannertje op je telefoon, op je PC aanbrengen. Het zit dan eigenlijk onder je toetsenbord, moet je het zien. Of onder je laptop. En die kost een paar duizend euro. En dat was dus, ja, je zei 5500 euro. Die is nu ook in prijs omlaag gegaan. Wat kost dat is ook. Ook tegen de 500 euro. Het is eigenlijk met de factor ongeveer 1/10 van wat het was. Ja, en waarom is die concurrentie gekomen? Van waar is dat? Ik heb een vermoeden dat, maar dat kan ik niet bewijzen. Dat het heel erg komt omdat ik toen ik uit de waarjong was en eigenlijk mijn eigen bedrijfje had, dat gewoon genoeg liep dat ik mezelf kon bedruipen. Begon over een hoop dingen van. Dit is toch van de pot gerukt. Kijk hier naar deze prijs. Kijk hier. Kijk dit. Kijk dit. Kijk dit. Ja, want wie betaalt dat? Betaalt de zorgverzekeraars dat of de stukje, UWV? Stukje van beide. Stukje zorgverzekeraar, stukje is UWV.
Stukje is de overheid voor, omdat er bijzondere ziektekosten in zitten. Omdat sommige kosten eigenlijk niet te verzekeren zijn. Ja, HBBZ. En de HBBZ, ik weet niet of die nog bestaat. Maar ja, die heet nu die, anders. Ja. Ja, uit die potje wordt dan weer dingen gefinancierd. Okay. En die instellingen zijn heel goed in al die potjes combineren. En vooral bij overal, bij ieder potje, centjes opvragen. Oké, laten we even doorgaan. Je hebt een blinde geleidehond. Wat is daar de situatie? Er zijn een paar aanbieders in Nederland die leveren. De KNGF is bekendste of Martin Gauss, een van de twee. Ja. En de prijsverschillen zijn een factor 10 verschillen tussen de verschillende. Er zijn er 3 of 4, zeg ik uit mijn hoofd. En die gaan tussen de 30.000 en de paar ton. Een paar ton. 200.000 euro voor een opgeleide blinde geleidehond. Ja. Ik kan me voorstellen dat daar heel veel verschil in zit. Omdat de intelligentie is van die honden, wat ze allemaal kunnen. Maar, ik ken meerdere mensen die bij meerdere scholen blinde geleidehonden hebben gehaald. Ja. En die al die honden functioneren. Dus daar kan het niet in zitten. En jij zegt, jij kent dus allerlei mensen die een blinde geleidehond hebben. Die heb jij zelf niet. En je zegt, het maakt niet uit of die 30.000 of 200.000 euro kosten. Het verschil is vooral in prijs en niet in kwaliteit. Nee, inderdaad. En dat is het zonde van het geld, vind ik het. Steek dat geld in andere zinnige dingen. Ja. En heb je allerlei cursussen die gegeven worden. Je had het over dat je leert als blinde om te gaan met vliegen. Hoe vindt dat plaats en wat kost zo'n training? Dat was toen ik op de blindenschool in Graven zat. Visio is dat nou. En die wilde mij een cursus geven leren vliegen. En dat was het idee dat ik vanaf Eindhoven naar Schiphol zou vliegen. En de cursus zou, die training zou 4.500 euro kosten. Ja? Dat is alleen de training voor het vliegen. Zitten vliegtickets niet bij je in. En wat je moet weten, ik vlieg vrij geregeld. Als ik vlieg, dan boek ik mijn vliegticket. Dan neem ik contact met een luchtvaartmaatschappij van, ik ben vrijwel blind. Kan jij even zorgen dat dat geregeld wordt? Want ik kan die borden niet zien en jullie willen dat ook weten. En dan is het letterlijk zo dat ik op het vliegveld me moet melden. Ik ook nooit online kan inchecken, dat willen ze niet. Ik moet mij inchecken op het vliegveld. En op het moment dat ik mezelf incheck bij het vliegveld, komt er iemand, word ik apart gezet. En zodra ik naar het vliegtuig moet, komt er iemand doorgaans met een rolstoel aangelopen. En dan gaan we lineair recte door de grenscontrole heen. Niks wachtrij. Heel handig die hulp. Die hulp is handig op het moment. Die hulp is echt handig. Ja, ja. En dan ga je lineair recte naar het vliegveld toe. Naar het toestel toe. Okay, dus dat is echt ook gewoon van... En die training is dan gewoon dat je zit van zonder geld. Ja, dus dat is ook weer een mooi product. En dat wordt dus door die blinde scholen wordt dat aan de man gebracht. En ook gefinancierd via de UWV... Of weer via een verzekering. Hij zit daar op z'n allen op te werken. Ja. 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 Oké. Okay. Dan had je het ook even van... Jij kreeg ook regelmatig een nieuwe laptop. Ja, dat klopt. Dan krijg je van die laptops. Die worden gefinancierd door het UWV. En het UWV financiert die dan. En ja, dan gaat het van de grote bak kapot. En in het begin moest die nog terugkomen. Tijdens mijn studie kreeg ik iedere 2 jaar een nieuwe laptop. Jongen. Alle software zat erop, alles wordt erbij gefinancierd. Dus dan heb je dus de laptop, laten we zeggen een laptop van gemiddelde laptop 600 euro. Nou, dan gaat er een Zoomtext bij, 600 euro. Braille leesregel, een paar duizend euro. Hupplakee, tak, tak, tak. Elke 2 jaar kreeg je een compleet nieuwe versie. Het hele pakket, alles werd vernieuwd. En je mocht de oude houden? Ja, die hoeft dus niet terug. Oké. Okay. Die hoeft dus terug. Ja, dan toen je 18 jaar was, wat gebeurde er op 18-jarige leeftijd? Toen werd ik letterlijk in de Wajong-uitkering opgenomen. Toen zei de overheid tegen mij van, je bent zo slechtziend dat je niks kan, letterlijk. In die pot werd je gestopt. Ja. En dat betekende dat ik kon niks. Kreeg ze iedere maand tussen de 800 en de 1000 euro per maand voor in leven blijven. Mm-hmm. En de overheid betaalde mijn opleidingen. Ja, ja. Wat heb je toen gestudeerd? Toen heb ik een mbo-opleiding boekhouding gedaan. 4-jarige opleiding en 3 jaar erheen geramd. Ik moest mijn Duits opnieuw doen. De rest had ik in 2 jaar gedaan. Ja. Talen zijn niet mijn ding. Ja. Dat was 40.000 euro per jaar. 40.000? Ja. Waarom? Omdat er één partij was die dat in Nederland aanbood. En het UWV nog niet zo slim was om prestatiecontracten te nemen. Maar gewoon onderwijsdagen inkocht. 40.000 euro per jaar voor een 3-jarige boeken of 4-jarige boekhoudingopleiding. 3-jarige opleiding. Die je in 3 jaar hebt gedaan. Ja, als ik zo vrij mag zijn, als je mij een LOI-opleiding geeft en een beetje begeleiding en 2 braille leesregels er tegenaan zet, was je voor 3.000 euro klaar. Ja, ja. Dus je bent niet zo onder de indruk van de kwaliteit dat die...
En jij bent dan, jij kunt dan nog lezen. Denk je dat het voor andere mensen die helemaal niks kunnen, dat anders is? Nee, want de meeste studieboeken worden door de binnenbibliotheek gewoon in braille aangeleverd. Dat zie je als jij een opleiding gaat doen en jij moet braille lezen. Dan krijg je in de laatste week van je zomervakantie, of de eerste schooldag, dan ligt op school, liggen je boeken klaar. Alles, voor het hele jaar. En die worden in de zomervakantie gemaakt. Ja. En dan heb je gewoon alle boeken die je nodig hebt en braille heb je dan binnen. 40.000 euro per jaar die er voor zo'n blinde opleiding wordt uitgeleverd, dat kan eigenlijk heel anders georganiseerd worden. Ja, en dat heeft het UWV inmiddels wel gedaan. Inmiddels zijn ze al prestatie gaan inkopen. Zijn ze wat volgens mij ook iets te ver doorgeslagen. Maar vrij vertaald, het was gewoon een normale boekhoudopleiding. Die, nou, wat zou de LOI ervoor vragen? 2.000 euro voor zo'n opleiding. Stouw er laptop tegenaan. Zeg, je hebt 2 jaar om deze hele opleiding erheen te rousen. Ja, maar ik neem aan, deze opleiding was dagelijks naar school gaan, begeleiding. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander soort iets, zeg maar. En het moet ook speciaal worden gemaakt voor mensen die niet kunnen kijken. Dus je moet speciale leraren ervoor hebben. Maar jij denkt dat dat heel anders had gekund? Ik denk dat het heel anders had gekund. En misschien is een thuisstudie van de LOI wat te ver doorgeslagen. Ja. Maar dat zou je eigenlijk moeten vergelijken. Wat kost een gemiddelde opleiding op dat niveau? Ja, die kost al gauw 10.000 euro per jaar of 8.000 of 10.000 euro per jaar. Ja, maar goed, dat is één ding. Dan heb je al een mooie besparing. Ja, jij bent uit de Waarjong-uitkering gegaan. Ja. Wat heb jij gedaan? Ik heb een boekhoudkantoortje opgezet. En een boekhoudkantoortje klinkt altijd heel moeilijk. Maar eigenlijk, als je een beetje slim aanpakt, je hebt vrijwel geen kosten. Dan komt er iedereen en je krijgt snel wel wat geld binnen. En dan ben ik uit de Waarjong gegaan. En van daaruit altijd blijven ondernemen. En nou, Hof Profit. Ja, en wat is Hof Profit? Hof Profit is een webshop voor mij, Engelstalig, alles. Waar ik een podcast op heb, op blog en eigenlijk internetmarketing, e-cursussen verkoop en rapporten over beleggingen. Ja. En dan van goud, zilver, maar ook cryptocurrencies. Design. Cryptocurrencies. Ja, bloggen en zo. Nou ja, ik ben net geïnterviewd door jou, dus hartstikke leuk. Hey, als je nou kijkt naar jou, naar de mensen die met jou op het Blinde Instituut, zeg maar, waar jij tegelijkertijd mee kwam. Hoe is het daarmee vergaan? De meesten zitten of in een sociale werkplaats of hebben een baan met behoud van uitkering. Ja, en zeg jij van het systeem heeft ze, van hoeveel van die mensen zeg je daar is het terecht en hoeveel van die mensen hadden eigenlijk door een andere manier van benadering toch meer gewoon onafhankelijk kunnen worden zoals jij bent geworden? Ik denk dat je de helft onafhankelijk had kunnen krijgen, gewoon zelfvoorzienend en dan bedoel ik echt je inkomen verdienen buiten de overheid. Dus ook niet in een andere divisie van de overheid, echt buiten de hele overheidsfinanciering. Zou je op ongeveer de helft kunnen komen. Ja, en is dat, heb je dat ook wel eens gezien internationaal, hoe dat anders is opgezet? Is Nederland, maakt Nederland je te, is het te een wereldje wat te veel in zichzelf zit en te veel je helpt om gewoon maar alles gewoon te krijgen van de overheid? Dat is voor een stukje. Het is voor een stukje ook dat de blinden en eigenlijk de hele gehandicaptenzorg in Nederland, die is van oudsher opgezet door de kerken. En in veel andere landen, bijvoorbeeld in Finland, daar is het gewoon opgezet door de overheid. Vanaf dag 1. Mm-hmm. En die hebben gewoon 1 instelling voor als een blinde en slechtziende is. 1 instelling. Ja. Die doen alles. En omdat hier hadden wij op een bepaald moment geloof ik 4 of 5 instellingen die hetzelfde deden. Want de katholieken wilden iets hebben, de protestanten moeten iets hebben, de gereformeerden wilden iets hebben. We doen allemaal hetzelfde. Ja. Hartstikke inefficiënt. Alleen omdat we sommige mensen een andere versie van de Bijbel geloven, zat er een instelling voor. Dat je zat van jongens. Ja, maar een beetje concurrentie tussen wat verschillende instellingen, dat nieuwe methodes ook wat kansen hebben, zou heel mooi zijn. Maar dan moeten ze ook gaan concurreren. Maar al die instellingen zaten heel erg in hun eigen geloofsgroepje te werven en geld te werven. Maar niet leerlingen en verder niet. En niet echt te innoveren of vernieuwende dingen te doen of dingen te proberen. Het was allemaal heel beschermd. Ja. Ken je nog mensen die net zo goed zeg maar kunnen zien als jij, die er ook uit zijn gestapt en niet een waarjong uitkering krijgen? Of zit, Een paar klasgenoten. De meeste van mijn klas zijn uit waarjong gekomen. Ja. Voor zover ik weet. Maar goed, wij waren een klas van 5. Ja. Je hebt klassen van 5. Überhaupt, dat is natuurlijk ook al heel erg duur. Nee, dat is heel duur. Ja. Om jou een idee te geven, toen ik op de basisschool, op de blindenschool in Graven had, daar hadden wij, dan moet ik even niet liegen, 12 tot 15 leerlingen in de klas.
hadden we 2 docenten en 4 onderwijsassistenten. Jezus, mina. En had je die allemaal nodig? Ja, want de klassen werden per leeftijd samengevoegd. Maar dan heb je dus degene die met syndroom van Down of daar tegenaan zit, tot hoogbegaafd, zit dan in 1 klas. Oh ja, oké. Dus dan krijg je heel erg, en dan krijg je nog dat er aparte mensen braille moeten leren, daar krijg je ook weer aparte mensen voor. En om jou een idee te geven, toen ik op de blinde school in Graven zat, hadden we 100 leerlingen, van kleuter tot middelbare school. Ja. Daar hadden ze 5 pedagogen, 5 psychologen en 5 psychiaters voor. En gewoon nog leraren. En dan krijg je nog het onderwijspersoneel, 4 docenten die gym en zwemmen gaven. En dat was een van de weinige punten waar ik daar nooit van zeg bezuiniger op, want iedereen die dat had, iedereen die in het water viel, kwam er levend uit. Ja, en ja. Ik kan je uit ervaring vertellen, ik loop heel vaak in een sloot of in een greppel die ik niet zie waar water in zit. Ja, ja. Dus je ziet het niet. Ja. En dan is het heel, dus die zwemles is echt goed. En daar dus echt alle geld in gaat, doe dat. Blijf dat doen. Ja, zoveel mogelijk. Heb jij ooit, ben jullie ooit gevraagd om zeg maar mee te denken om het onderwijs te vernieuwen? Of wat nou nuttig was of wat niet nuttig was? Want je varieert dus inderdaad van heel laagbegaafd tot heel hoogbegaafd. Je zit allemaal bij elkaar gebaseerd op het feit dat je blind bent. Maar de interactie en hoe je daarmee mag meesturen? Nee, nooit. Nee. Ik ben wel een paar jaar voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen ben ik door een politieke partij gevraagd om mee te denken en mee te schieten erop. Ja. Dat heb ik toen ook naar hartelust gedaan. Welke partij was dat? VNL. Oh, oké. Okay. Nou, wel heel leuk. Ja. En zou je daarvoor openstaan, om überhaupt gewoon om een zorgverzekeraar of de UWV of om een instelling, om dat een beetje, of het ministerie, zeg maar, om mee te doen in zo'n focusgroep, om dat eens te veranderen? Ik zou zeggen, stuur maar een tweet. Ja, en dat is apenstraatje? Lodewijk Hof. Lodewijk Hof. Dankjewel, Lodewijk. Kleine moeite. Super wat je allemaal doet. En mooi hoe je jezelf hebt uitgeworsteld met jouw... met je handicap, maar dat doe je gewoon geweldig. Bedankt. Oké, hoi. Ciao. Hoi.